Je moet het ondergaan om te weten wat dweilen is in het krabbengat. De laatste dag van de vastenavond begint al vroeg. En dan op weg naar de start van het optochtparcours. En na het start zijn, komt de immer unieke stoet langzaam in beweging. Optochten hebben altijd door de straten van het Krabbengat getrokken. Mogelijk zelfs al in de 15e eeuw. In ieder geval ook in 1928. In latere jaren lieten de wagens ook zien